Als je de naam Anton Heiboer noemt, denk je als eerste aan de man die met 4 vrouwen in een commune leefde. Maar was Anton Heiboer niet een kunstenaar die bijzondere dingen maakte en er een aparte manier van leven en werken op nahield? Ruim 10 jaar na zijn dood wijdt het Haagse Gemeentemuseum een bijzondere tentoonstelling aan hem, als een eerherstel voor zijn internationale kwaliteit. Heiboer, en vooral dit werk wat in deze tentoonstelling de aandacht krijgt, zo van 1950 tot 1976, dat vroege werk, of dat volwassen werk, hoe je het noemen wilt, dat is bekend bij sommige generaties, bij jongere generaties eigenlijk helemaal niet. En toen rees bij ons het idee van, als wij, Toen en ik zijn van een jongere generatie, als wij dat interessant vinden, dan kan dat bijna niet anders dan ook veel hedendaagse kunstenaars dit werk graag willen zien, die het niet hebben gekend, dat veel publiek het waarschijnlijk ook weer wil zien, al is het maar omdat ze het eigenlijk helemaal niet kennen. We gaan nu op de expositie rondkijken in de verschillende zalen. Anton Heiboer werd geboren in Sabang, dat is het Sumatraanse eiland in Indonesië. En daarvan, uit die periode, zijn hier ook verschillende werken te zien. Hij maakte kunst, wat eigenlijk, het zijn hiërogliefachtige tekens die handvatten bieden voor interpretatie van een bepaalde tijd, maar die niet helemaal te ontcijferen zijn. Dus als het ware, hij wilde heel graag een systeem bedenken wat voor iedereen geldig was en dat wilde hij heel graag aan de man brengen, maar doordat het niet helemaal goed overkwam, zat hij daarmee en wilde hij de hele tijd daarmee omgaan en steeds verder werken. En uiteindelijk heeft hij het systeem zo in de handen, heeft hij het helemaal onder de knie, maakt het weer kapot, gaat iets heel anders doen. Dus de man die spanning opzoekt en dat nodig heeft eigenlijk om te werken, om eigenlijk zijn vrijheid te hebben om te werken. Wel de man die tijdens de oorlog is te werk gezet in Berlijn, waardoor hij getraumatiseerd is door hoe mensen kunnen zijn en wat het toedoen kan zijn. Hij heeft daar 7 maanden gewerkt. Hij kwam psychisch en fysiek was hij helemaal kapot. En toen moest hij daarmee omgaan. En toen heeft hij een eigen denksysteem bedacht, wat u hier ook ziet in de bladen. En daarmee kon hij zijn trauma's onderdrukken en van zich afetsen, als het ware. Anton Heiboer heeft natuurlijk verschillende periodes gehad, schilderen, tekenen, maar hij heeft ook foto's gemaakt. En dit zijn verschillende foto's die in deze ruimte hier hangen. Heel apart kiekjes, zeg maar, die uiteindelijk toch wel mooie kunstwerken zijn geworden. En hier is ook een van de objecten van Heiboer. Wat dat precies voorstelt, ik heb geen idee. De meeste mensen kennen Anton Heiboer natuurlijk als een society-figuur die samenleefde met 4 vrouwen. Hoe belangrijk waren die vrouwen voor hem? Het was voor hem, de periode die wij nu bestrijken, is de periode waarin hij zijn eigen veilige omgeving opbouwt in Den Ilp, wat hij samen uitbreidt met zijn vrouwen uiteraard. Maar in de jaren 70, toen kwam het boek Henk van der Meijden, De 3 Bruiden van Anton Heiboer. En er werd zo'n bestseller, had een heel smeuïge foto op de voorkant. En toen werd het een soort, de man met de 3 vrouwen. Nou, hij wilde als het ware een faciliterende rol voor hun spelen. Door het werk bouwde hij ook een soort pensioen op, waardoor zij verder konden leven en eigenlijk verzorgd werden. In totaal vervaardigde Anton Heiboer zo'n 25.000 zwart-wit negatieven. En slechts een klein deel daarvan heeft hij afgedrukt. En vanaf de tweede helft van de jaren 70 bewerkte hij ook een aantal foto's met rode verf. En dat is wat we nu op de foto's hier zien. Hoe is de tentoonstelling opgebouwd? Grotendeels chronologisch. We beginnen met de vroege etsen. Dan krijgen we de fotografie uit de jaren 70. Daarna meer objectachtige objecten uit de jaren 60 en 70. En dan kom je het eindpunt met de roze schilderijen. En dan als je terugloopt, als het ware,
Dan kreeg je allemaal thematische uitstappen, dus belangrijke en persoonlijke punten uit zijn leven. Met zijn schilderkunst was het gelijk een succes voor Anton Heijboer. Hij was in 1975 was het in Los Angeles County Museum. Daar exposeerde hij samen met niet de minste, met Francis Bacon, Lucian Freud en ook met David Hockney. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1975 is een hoogtepunt in Heijboers carrière, maar betekent ook het einde van zijn groeiende internationale bekendheid. Hij heeft zijn eigen kunstenaarschap gemythologiseerd. Het begint al vanaf dat hij in 1946 een tekening maakt in krijt, die in het begin van de tentoonstelling te zien is. Dat is van de Babu Jamie. En dat is een vroedvrouw die hem de eerste 5 maanden van zijn leven heeft verzorgd. En hiermee creëert hij eigenlijk dat geborgenheid, dat laat hij zien, zijn afkomst wordt belangrijk. Daarbij zegt hij uiteindelijk zelf ook weer van, het leek alsof ik het ETS heb uitgevonden. Hij stelt de hele tijd die herhaling en dan creëert hij zijn eigen mythe. Ik denk dat dit gemaakt is in zijn woonplaats Den Ilp, in de buurt van Landsmeer in Noord-Holland. In 1974 stopt Anton Heijboer voor een korte periode abrupt met het maken van etsen. En vanaf dat moment wil hij zich volledig toeleggen op de schilderkunst. Hebben de vrouwen van Anton Heijboer nog meegewerkt aan de samenstelling? We hebben ze veelvuldig bezocht en ook het concept van de tentoonstelling aan hen uitgelegd. En samen besproken en gepraat. En uiteindelijk hebben ze hun goedkeuring gegeven, maar zijn ze wel zoveel mogelijk op de achtergrond gebleven op inhoudelijk vlak.